Het ministerie van Defensie heeft vandaag 124 militairen bevorderd in een naast hogere rang. Bevelhebber Werner Kio Assen zei dat het huldigen van de manschappen geen gunst is van de leiding naar de manschappen. De leiding draagt volgens hem de verantwoording en is verplicht haar medewerkers hetgeen te doen toekomen waarop ze recht hebben. De bevelhebber hield de manschappen voor dat ze in aanmerking zijn gekomen voor de bevordering omdat ze ook invulling hebben gegeven aan hun verplichtingen. De bevordering krijgt u onder andere na positieve beoordeling van uw commandant. En die positieve beoordeling kunt u alleen krijgen wanneer u heeft bewezen dat u een gedisciplineerde, waarachtige militair bent die zijn of haar taken en opdrachten naar behoren uitvoert. Ik ben dan ook heel blij dat een heel groot deel van onze defensieorganisatie zich blijft inzetten voor land en volk. En dit ondanks de vele beperkingen, ondanks de vele periodes weg van de familie, ondanks de vele gevaren voor eigen leven. En dat deel van onze defensieorganisatie maakt dat wij veiligheid kunnen brengen naar de samenleving. Het is dat deel van de organisatie waar ik bijzonder trots op ben. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie haalde aan dat deze 124 manschappen zich in de afgelopen periode dienstbaar hebben opgesteld. Ze voegde eraan toe dat ze allen de nieuwe rang verdienen omdat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen en de potentie hebben om een nieuwe verantwoordelijkheid te dragen. Dat u in staat bent geweest om verleidingen te kunnen weerstaan. Dat u moed en durf heeft getoond. En dat u hier staat, niet omdat wij willen, maar omdat u dit verdiend heeft. Omdat u een inspiratie bent voor alle andere militairen. Die ook hun werk doen elke dag. En ook in aanmerking moeten worden gebracht wanneer de tijd daar is om bevorderd te worden. De bewindsvrouw bracht een bijzondere dank uit aan de manschappen voor hun inzet voor land en volk.